Iedereen beroemd rijdt van ontmoeting naar ontmoeting en eindigt elke dag in een nieuwe gemeente. Deze keer gaan we van deur tot deur in het West-Vlaamse Avelgem. Eigenlijk ben ik instrumentenbouwer. Ik maak muziekinstrumenten, hoofdzakelijk gitaren, banjo's en mandolines. Maar door de jaren heen bereid je je mogelijkheden uit. Krijg je ander gereedschap, beter gereedschap. En ik had dus een lasersnijder gekocht. En toen dacht ik, wat kan ik daar nog meer mee doen? En dan is eigenlijk een beetje de uitdaging geweest op een bepaald moment. Het ligt hier ergens van, kun je zo een karretje maken in hout. Als uitdaging kan ik het. En na veel uren zwoegen en proberen kwam ik dan uiteindelijk tot een goed resultaat. En voor ik het wist had ik een heel dorp. Dat is bijvoorbeeld een huisje uit mijn geboortedorp, uit Wevelinghem bij Veurne. Dat is er eentje van Isenbergen. Dat is er eentje hier in de buurt in Ingooihem. Die rij is hier in Warmaarden. De molen, dat is van Herzelen. Dat is een oude man die nog met een ossenspan werkt. En we hebben ons daarop gebaseerd. Omdat dat een mooie pose is die heel natuurlijk is en die ook iets vertelt. Dat is een heel leven dat in die pose zit en in die figuur in feite. En door ze na te maken breng je dan eigenlijk een beetje huilde aan die mensen en breng je ze eigenlijk weer een beetje tot leven. Het is heel eigenaardig. Op een bepaald moment besefte ik van, tja, ik deed dat ook als kind. Het is een herontdekken van een stuk innerlijke balans dat je als kind daar weer connectie mee maakt in feite. En dan zou je kunnen zeggen, ja, de cirkel is rond.